Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van de Rollercoaster Tycoon 56. En in deze aflevering gaan we bouwen aan een nieuwe attractie. Vorige keer hebben we de tour gedaan, dus die hoef ik eigenlijk nu niet meer te doen. En we gaan eens kijken wat wij hebben gedaan. Want jullie hebben vorige keer in de comments gezegd dat het wel misschien een heel erg leuk idee is om hier een achtbaan te maken. Want je kan hier voor de rest niet echt veel bouwen, omdat het een heel klein gebied is. Nou heb ik zo'n attractie, zodat je zeg maar in de achter wordt getrokken en dat je gelanceerd wordt eigenlijk. Een soort van idee dat je door het station gaat, heb ik eigenlijk nog nooit gebouwd. En dat komt omdat ik, ja, ik bouw zulke attracties nooit. Nou wil ik wel weten wat voor achtbaan dat is. Want ik denk of het is een hype of het is gewoon een normale achtbaan met looping. Dat denk ik als eerste namelijk die bovenaan staat. Ik ga eens kijken of het überhaupt wel lukt. Want ja, dadelijk kan het niet en dan zitten we met de gebakken peertjes. Snap je wat ik bedoel? Ik ga hem hier plaatsen. Zo, dit moet het station zijn waar die doorheen gaat. Maar we moeten eigenlijk aan de achterkant bouwen. Dus wat ik nu ga doen is dat ik die helling ga maken hier. En dat we hem hier schuin omhoog maken. Nou, laten we zeggen, we doen hem zo hoog. Ik zeg maar wat, hij mag nog eentje hoger zo, denk ik. En dan wordt hij... Ik weet niet of het gaat bij deze attractie, hoor. Het is ook een kwestie dat ik het gewoon eens ga uitproberen of het lukt. Lijkt me heel erg fantastisch. Nou, dan krijgen we hier een looping dan. Zou het op die manier moeten gebeuren, denk ik. Ja. En dan zou die dus recht omhoog moeten. Over het pad heen. Het zou wel kunnen, denk ik. Ja, dit zou toch vet zijn als die gewoon... Deze is simpel. Misschien kunnen we wel door laten gaan. Dat die nog verder naar... Ja, dat is wel heel erg uitgebreid. Laten we eens kijken. We moeten natuurlijk in de instellingen kiezen dat die natuurlijk achteruit gaat. En dan weet ik niet of dat bij deze achtbaan kan. Ik heb dat echt serieus. Continu circuit. Krachtlancing achteruit hellende start. Ik heb ze gekozen zo lang. Ik heb het jaren en ik wist niet dat het zo kon. Maar het is ook best wel logisch natuurlijk. Ja, ik wil gewoon eens een test doen. Laten we eens kijken. Iets meer karretjes, iets meer. Het kan natuurlijk maar één trein zijn. Dit is ook wel... Ja, op zich kan het zo wel. Oh, wow, wow, wow. Oh. Daar ging iets mis. Zag je dat? Startsnelheid. Nou, hij hoeft niet afgeschoten te worden. Hij moet gewoon opgestakeld worden. Dus die startsnelheid doe ik gelijk al helemaal naar beneden. Dit gaat natuurlijk nergens over. Startsnelheid. Nou, laten we dat doen. En dan die kettingsnelheid. Die mag dan zoiets worden. Kijk. Dan gaat hij naar boven toe. En dan op een gegeven moment moet hij stoppen, denk ik, met toetakelen. Ja. Laat hij hem los. Gaat hij naar voren. En haalt hij de looping hopelijk. Ja, haalt hem. En dan gaat hij zo naar boven. En dan hopen dat hij nog de achterkant haalt. Want hij komt precies tot het einde. Ja, de looping komt weer. Oh, ja, ja, ja. Oh, wat gaaf. Hij haalt hem wel. Haalt hem net, hoor. Ik denk dat dit wel... Ja, ik denk dat dit hem wordt. Ja, ik vind het is heel simpel, maar... Wow, die zon, jongens. Heel de dag loopt hij al helemaal in mijn ogen te schijnen hier. Daar word je helemaal gek van. Ja, en ik kan mijn kamer niet verplaatsen, want mijn kamer zit door eenmaal tegen die zon aan te kijken heel de dag. En als je de zon wilt, dan komt die. Als je hem niet wilt, dan komt die. Altijd zo. Nou, de achtbaan is klaar. Ik vind het een hele leuke layout. Hij is lekker simpel. Hij heeft een looping. Wat wil je nog meer? We gaan een station kijken. Wat voor station we hier kunnen bouwen. Want ik wil het liefst natuurlijk in een Chinees thema. Want dat zou mooi aanslaan bij het geheel natuurlijk. Een Chinees thema. Dat wordt even lastig. Even kijken of er wat van Japan bij staat. Anders zouden we iets zelf moeten maken. Shit, ik heb hem dus twee keer geplaatst. Nou, gelukkig zijn er niet zo heel veel dingetjes. Och, vreselijk dit. Als je eenmaal verkeerd klikt... Ik ben ook helemaal niet geconcentreerd bezig. Als je eenmaal helemaal verkeerd klikt, dan gaat het helemaal mis. Kijk, nu moet ik al die stukjes allemaal verplaatsen. Dit zijn allemaal kleine stukjes. Heeft iemand in elkaar gezet. En dan is het gewoon klikken en dan staat het. Ik heb in ieder geval de ingang nu ongeveer even gemaakt. Ik ga eens verder kijken, want we hebben natuurlijk nog meer objecten hier in die constructies. Even kijken, Tokyo. We hadden de vorige keer de Tokyo 4 geselecteerd, dacht ik. Ik zie daar aan de foto die nu gaat inladen. Het zijn 237 fotootjes, best wel veel trouwens. We hebben de Tokyo Visa. Het was deze, de Wood Building die we hebben gebruikt nu. Het zou leuk zijn als we nog wat anders erbij kunnen doen. Want dit is nog niet echt een hele mooie... Even kijken, is deze misschien al leuk? Die laat dus helemaal niks zien. De Tokyo 6 kunnen we dus weghalen, denk ik. Tokyo 6. Ik ga het aandurven. Ik ga dit grote stuk proberen erin te doen. Kijk, hij heeft voor mij drie lagen volgens mij. Ik denk als we hem hier gaan doen is het wel heel gaaf. Ik denk dat we dat wel heel vet kunnen thematiseren. Dat hij daar door het dak komt of zo.
Even kijken, misschien is dit nog wel beter. Ik ga hem hier plaatsen. Het is gewaagd. Ik weet het. Zo. Ik heb hem hier neergezet. Zoals je ziet, is het dus ook glas en zo. En moeten we hier dus een gat maken, want hier komt hij door de muur heen. Of door de ja, kijk, zoals je ziet. Kijk, precies. Dit zou precies kunnen, zonder dat hij, denk ik, misschien dat hij dak raakt. Ik denk dat we dit dus nog een klein beetje moeten verschuiven. En ik denk dat we die constructie misschien nog even een beetje naar achter moeten gaan. En dat we dit dak dan moeten sneuvelen. Ik ga eens kijken, want dit is voor maar één groot dak, dit. Dat zou zonde zijn als we dat dak moeten verplaatsen. Even kijken hoor. Ja, ik kan een testrit laten doen. Dan zien jullie wat ik bedoel, wat eigenlijk niet helemaal realistisch is. Let op. Kijk, het karretje gaat dadelijk omhoog. Wordt hij omhoog getakeld. Via de achterkant, wat we hadden bedoeld, zeg maar. Gaat door die muur en die muur moet nog even veranderen. Zoals je ziet gaat hij dus door die, ja, door die ramen, door dat dak heen. Dus dat dak moeten we nog eventjes weghalen en wat anders van maken, denk ik. Misschien kunnen we daar een nieuw dak op maken. Ik denk dat dat nog beter is. Als we daar gewoon die Japanse set even erbij halen. Dan weet ik wel wat we kunnen slopen. Sowieso moeten we even binnenin kijken. Want er is nog allemaal onrealisme te vinden hier in de achtbaan. Bijvoorbeeld dit dingetje moeten we weghalen hier midden. Oh, wat een harde herrie hier. En dan gaan we dit weghalen, want dat klopt ook niet. Dan gaan we dit weghalen, dat klopt ook weer niet. En dan moet hij, als het goed is, wel weer kloppen. Even kijken. Als hij nergens tegenaan komt. Het is altijd heel lastig te zien natuurlijk in zo'n dark ride. Nee, dit is precies goed. Even kijken, alleen dat dak, dat moeten wij inderdaad een beetje veranderen. Ik ga eens even kijken hoe het met de Chinese instelling staat. Ik ga even opslaan. Zo, ik heb wel een balkonnetje neergezet hier. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik ga eens kijken als we een nieuw dakje maken hierop, hoe dat eruit ziet. Want ik vond dit dakje sowieso prachtig. Het zwarte steen vond ik dan wel iets minder, zoals je ziet. Maar we moeten hier dus wel iets nieuws van een dakje maken. Dus ik ga eens kijken wat er in deze set allemaal zit. Dit zijn alleen maar muren. En we hebben natuurlijk die mooie dakjes nodig, die dakjes. Even kijken wat er nog meer voor in die set zitten. Kijk, hier zijn natuurlijk prachtige dingetjes die we nog kunnen aanpassen dadelijk. Dat is schitterend. Dit kunnen we dadelijk nog gaan gebruiken voor die... Ja, dit vind ik fantastisch, dit. Ik heb nog wel een heel leuk idee dadelijk voor de achtbaan. Waarom dat die kleur is, wil ik niet. Ik denk dat ik hem bruin maak. Dat past mooi bij die bruine kleur. Zo. Hier, die mooie daken, die puntdaken. Wat schitterend zijn die toch. Maar kijk, dit is een hele mooie set. Een draakje, moet je kijken. Dit hebben we eigenlijk nog helemaal niet gebruikt. Ik heb dit eigenlijk nog helemaal niet gezien zelfs. En ik ben nu al helemaal ondersteboven. Wat zijn dit dan weer? Is dat serieus een visje wat heen en weer gaat? Oh, kijk. Ja, een visje. Een visje, wat kooikarpetjes. Oh, lampionnetjes. Hier gaan we wat moois mee maken. Ik wist niet eens dat ik die set had. Fantastisch. Ja, dat vind ik fantastisch. Dit gaan we gelijk ook invoeren in hier zo, aan die zijkanten. Ja, ik ben alweer helemaal gek aan het doen. Dan komt dat ik het weer heerlijk vind om hiermee te werken, joh. Kijk, doen we aan al die kanten, doen we dat. Helaas moet die hier komen dan. Dat kan wel. Hier doen we aan alle hoeken, doen we eventjes zo van die bolletjes. Zo. Ja, dit oog wel weer heel anders, hè. Vind ik fantastisch. En dan doen we hier nog twee. Zo. Wat hebben we nog meer? Patterns. Kijk. Kijk wat we hiermee kunnen doen. Als we dat hier doen. Oh, dit oogt heel leuk. Die gaan we echt een beetje mee versieren, die dingetjes. Moet je kijken. Dat is leuk als je nieuwe sets weer ontdekt. Dat vind ik fantastisch. Dan gaan we een beetje rondknoeien. Gaan we dingetjes proberen. En dan zie je weer van, oh, nou, dit staat leuk. En dit kan ook wel. En dit oogt wel weer goed. En nu moeten we eigenlijk nog even focussen aan die achtbaan. Want anders gaan we weer helemaal afdwalen van ons object, wat ik altijd doe. Kijk, deze dak was de eerste. En dat gaat hier niet lukken. Met in ieder geval, we moeten een smalle hebben. Dit is een smal, maar die gaat diagonaal. En dit is een roef smal. Ik denk dat we dit beter kunnen hebben. Dan wel een rode kleur. Dus ik pak even het rood. Is dit het donkerrode? Dat kan ook wel op zich. Dat matcht ook wel leuk. En dan doen we hem hier ook. Zo. Kijk, dit kan wel. Alleen die zijkantjes moeten even kijken hoe dat werkt. Want ja, dat oog weer misschien wat minder. Maar dit is voor mij één stuk. Kijk hoor. Ja, dit is één stuk. Oké, die halen we even weg. Zo. En dan doen we gewoon de smalle.
Kijk. Maak gewoon even iets anders ervan, maar dan komt wat het moet. Zo. Kijk hoe leuk. Oh, ik weet wat leuks voor de wachtrij. We moeten eerst die wachtrij gaan maken, want dan weten we een beetje hoe we gaan thematiseren. De kleur. We gaan eerst de kleur doen. We doen alles door elkaar. De kleur. Ik wil... laat een beetje een thema blijven. Dus wat voor kleuren hebben we een beetje? We hebben een beetje dat oosterse groen. Misschien dat ik wel groen moet gebruiken. En misschien dat we ook wel weer wat rood moeten laten terugkomen. Of in ieder geval een beetje dat... Ja, dat gelig misschien nog wel. Maar dat rood vind ik juist wel mooi. Dat rood erin. Dat donkerrood. Ja, dat vind ik fantastisch. De baan moet sowieso niet zwart worden. Dat is natuurlijk uber lelijk. En dan moet ik kijken welke kleur gaan we dat doen. Gaan we dat wit met misschien groen doen? Misschien is dat wel heel apart. En dan de ondersteuning wordt dan misschien ook wit. Of is dat weer heel raar? Een beetje vogelen, misschien grijs. Kijk, dat zou wel kunnen. Ik vind het sowieso een fantastisch baantje zo. Het wordt echt heel erg leuk. De ingang. Even kijken, kunnen we ook nog andere karretjes kiezen? Want soms kan dat, hè? Boomstammetjes, wat zijn dit? Ja, je hebt niet echt... Ja, die kunnen we gebruiken. Nou, het kan wel zo. Het is wel grappig. Ik vind het wel wat hebben. We gaan er nog meer aan fietelen binnenkort. We hebben natuurlijk dat mooie Japanse thema nieuw. Ik ga die paden ook gelijk doen. Ik heb vorige keer had ik dat probleem natuurlijk met dat water. Dat was ook niet helemaal gelukt. Dat vond ik wel zonde. Dat vond ik echt heel zonde. Ik ga dat Chinese thema er nog eens bij pakken. Want je had een aantal dingen dat ik dacht van wauw. Misschien zit er ook wel hier wat bij hoor van die set. Even kijken hoor. Nou, ik heb de hele set afgezocht. Maar ik kon helemaal niks vinden van objecten die we kunnen gebruiken voor het Chinese thema. Dus dan ga ik maar eventjes naar de muren toe. Dat is heel apart. Maar dan soms, ja, dan staan gewoon de dingen helemaal verdraaid. En anders dan gewend, dan ik gewend ben. En we kunnen gelijk ook die thema, dat thema aanbrengen hier. Door hier even wat leuks te maken. Dit vind ik ook mooi, deze gate. Moet je kijken. Schitterend. Kijk dan. Ja, ik vind dat, ik ben niet zo'n van de China fan. Oh, dat heb ik gewoon in de lucht geplaatst. Dat moet natuurlijk wel... Even kijken hoor. Hier zo. Ik ben helemaal niet van de Chinese fan. Maar ik vind dat de stijl en de sfeer vind ik altijd wel heel bijzonder. Maakt het ook wel heel gaaf. Kijk, en dan doen we dat hier ook met de wachtrij. Die gaan we daar natuurlijk onzichtbaar maken. En dan ga je zien wat er gaat gebeuren. Als we hier gewoon even wat leuks mee doen. Misschien moeten we dit wat meer kleur geven. Want het is wel heel donker. Een rode rand met groen. Groen is misschien wel heel erg... Misschien wit. Kijk. Nu gaat het wel heel leuk ogen. Let maar op. Kijk. Dit is leuk. Dit vind ik fantastisch. En dadelijk gaan we een trucje laten zien. Nou, trucje. Dat is heel bekend al. Dat is niet echt iets nieuws of zo. Kijk. Nou, gaan we eerst even dit afmaken zo. Ik draai hem eventjes. Dan gaan we hier die zijkant doen. Achtbaan komt er ook vlak langs, joh. Zo. En dan... Hier als het kan nog even twee van die rode dingen. En hier natuurlijk. Het oog nog wat. Zo. Dan klikken op de achtbaan. Dan denk ik dat verdwijnt. Oh nee, dat verdwijnt nog niet. Dan gaan we kijken. De wachtrij. Dat kunnen we weghalen met deze hekjes. En die hekjes maken wij op onzichtbaar. En zoals je ziet verdwijnt dan echt heel veel. Zodat we meer kunnen doen met de attractie. Daarom zeg ik ook die mooie paaltjes die je hier ziet. Die kunnen we dus aanbrengen op die hoekjes. En ook tussenin kan op zich ook wel. Maar ik vind het wel leuk dat er een openingetje is. Maar het zou zo ook wel kunnen hoor. Ik denk dat het zo nog wel leuker oogt. Dus we gaan dat even ertussenin gaan we dat even volmaken met die paaltjes. Ik weet niet waarom ik grijze paaltjes kies. Maar ja, dan houdt er wel een variatie. Anders wordt het zo heel erg immens rood, zeg maar. Te veel rood moet je ook niet hebben. Nou, zoals je ziet, ziet dat er echt wel heel erg... Ik vind het er persoonlijk heel erg leuk uitzien. Zo. Kijk. Dit begint al een beetje die setting te krijgen. Die heerlijk, heerlijk. Ik geniet. Ik vind het sowieso echt een fantastische set. En misschien kunnen wij nog wel wat hier ook thematiseren. Want ja, dit is natuurlijk ook nog helemaal niet afgebouwd. Ik weet niet of dat leuk is. Misschien moeten we dit dak ook nog wel rood maken. Dus misschien dat ik dit wel even eraf haal. Zodat we even wat rood kunnen toevoegen dadelijk. Sowieso ben ik met dit dak nog helemaal niet klaar. Dus ik ga dit nog weghalen. Ik moet even een oplossing vinden voor dit. Want ja, dit is een probleempje. En dat is lastig. Maar alles valt op te lossen. Wat is dit? Een brug. Oké. Oh, dit is ook mooi. Die Japanse kolomsites heet het. Even kijken of we die kunnen neerzetten. Nee, die gaat die in het midden van het pad zetten. Niet aan de hoekjes.
Misschien... Nee, ook niet bij die. En bij deze doet hij het ook niet. Misschien als we... Zo wel. Oh, nu zit hij wel in de hoekje. Oké, grappig. Oh, die draken. Kijk nou. Hoe leuk. Oh. Die oogt toch zo leuk. Dragon. Die draak moet je meestal erop zetten ergens, hè? Of hierop of zo. Kijk. Het wordt wel een beetje druk, dus ik denk dat ik die eventjes ergens anders neer ga zetten. Misschien moeten we hem ergens hier in de attractie neerzetten, nog bij de thematisatie. Misschien mis ik hem nog wel hier zo ergens. Kijk. Kijk eens. Daar staat hij goed hoor, deze Japanse vriend of Chinese vriend, hoe je het wil noemen. Vind ik leuk. En misschien kunnen we hier ook nog wel wat neerzetten, want hier oogt het ook nog wel wat kaal. Misschien kunnen we hier een vloertje neerzetten. Nee, we doen geen vloertje. Misschien kunnen we nog wat meer vinden. Wat natuurlijk er heel mooi oogt. Voor de rest, nee, ik denk dat we nog zo'n draak hier neer gaan zetten op die berg. Misschien is dat leuk. Zo. Kijk eens. Dit oogt wel heel erg bijzonder. En misschien kunnen we... Nee, die paaltjes zien er niet uit. Maar kijk hoe gekrompen die zijn. Die zijn super groot, hoog. En ik krijg hem ook niet meer weg. Wat is dit? Wacht. Waarom krijg ik deze niet meer weg? Wie zit er zo moeilijk te doen? Zo. Ik zit al die paden te verwijderen. Dat heb ik weer. Zo. Misschien moeten we dat pad ook nog wel een andere kleur maken. Want dat zwart, dat oogt altijd zo somber. Ik weet niet of dat door mij ligt of dat jullie dat ook vinden. Maar het oogt altijd zo verschrikkelijk lelijk. Het pad hier. Zo. Misschien moeten we wat Chinese kleuren in doen. Gewoon wat rood. Even kijken hoor of dit de goede is. Is dit de rode? Ja. Oh, wordt wel heel erg groen. Kijk. En misschien met donkerrode kleuren. Even kijken wat... Oh, dat is wel heel erg donker. Misschien die wat minder rode. Kijk, dit oog misschien alweer wat meer Japans. Ja, ik weet niet of dat groen en rood... of dat er wel echt Japans eruit ziet. Maar ik vind het wel heel bijzonder. Ja. Maar nu zijn we eigenlijk met twee attracties tegelijk aan het werken. Wat niet echt de bedoeling is. We zijn nog steeds bezig met dit stuk. Even kijken. Ja, misschien kunnen we hier ook gewoon de mensen laten lopen. Dat is misschien wel leuk. Oh, niet met een wachtrij, maar gewoon met... Hier zo. Kijk, dan kunnen ze ook gewoon lopen hier. En ondersteuningen moeten we misschien nog handmatig inzetten. Moeten we misschien laten verdwijnen. Die daken. Daar zaten we nog even in de prul mee. In de prullie. Ik ga eens kijken of ik hier wat voor kan vinden. Dat is altijd wel de bedoeling dat we even iets moois ervan moeten maken. Even kijken, wat hebben wij hier? Een bridge hebben wij hier, maar die is niet goed. Misschien kan die wel eventueel hier zo op. Oh, ik plaats een dak helemaal verkeerd. Nou, helemaal verkeerd hier, maar in ieder geval... Kijk, nou, let op. Deze set ken ik wel, dat zijn die donkere ramen. Die kennen wij van een hele aparte set. Dat is namelijk een set die we eigenlijk standaard in game hebben. Volgens mij zat die bij de bakstenen muren. Dat is wel een tijd geleden dat ik daar heb gekeken. Nee, dan is het die kinderset. Ja, ik noem het de kinderset. Het is met een heel lelijk huisje. Met de lelijkste kleuren die Rollercoaster kan vinden. Gekleurde muren. Volgens mij zat die daar tussen. En volgens mij was het dan deze. Zo'n blokmuur. Maar ik snap niet waarom dan die kleur is genomen. Ik had dan liever zo'n kleur gezien of zo. Of zullen we niet gewoon een soort van een groen huisje maken? Gewoon lekker opvallend. Ik weet niet hoe dat oogt hoor. Het is al heel erg... Ja... Heel erg raar oogt het wel op zich. Ik denk dat dit een beetje te licht groen is. Misschien dat we even één tintje lager kunnen. Dat hij dan wel ongeveer zou kunnen, denk ik. Ja, het zou wel kunnen op zich. Het wordt wel heel erg groen en rood, hè. Nou, ik ben heel slecht met kleuren. Ik vind dat verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Zo. Ster, we hebben nog meer objecten. Wat ik helemaal nog niet had gezien. Het ziet er wel fantastisch uit. Want daarom hebben we ook de windows die we nu kunnen toevoegen. Kijken, wat hebben we nog meer voor windows? We hebben heel veel verschillende windows. We kunnen deze ook wel erin doen, denk ik. Ziet er ook wel leuk uit. Alleen dat groene, daar moet ik nog even over denken of we dat erin houden, hoor. Want het is wel heel erg vloekend, vind ik zelf. Het vloekt heel erg. God. Damn. God. Het vloekt ontzettend, hoor je het niet? Het vloekt heel de tijd. Gelukkig heb ik het spel gemute staan. Maar jongens. En... Even kijken, wat kunnen we nog meer toevoegen? Misschien die hele kleine roof. XXS heet het, hè? XXS. Misschien kunnen we die heel smal toevoegen hier aan die zijkantjes. Misschien oogt dat nog een beetje, dat het een beetje 3D is. Ja, kijk eens. Het oogt misschien ook nog wel leuk. Zo. Kijk hoor, wat hebben we nog meer voor dingetjes? Misschien kunnen we nog wel eventjes zo'n... wat hebben we hier nog een... Oh, dit is ook een leuk dakje, joh.
Hè, dat ziet er ook nog best wel leuk uit. Misschien gewoon er lekker erin doen. Ik weet niet of het wat oogt. Het ziet er niet zo mooi uit. Het oogt niet zo heel mooi als ik het verwacht. Het zou wel kunnen, maar dan ja, zou je zoiets als dit moeten hebben. En dat hebben we nu dit keer niet. Zo'n dak. Dus eventueel een oplossing om dat lelijke voorkantje eraf te krijgen. Maar ik weet niet, kunnen we dit nog aanpassen naar iets van groen of zo? Ja, het zou. Ja, het ziet er nu nog lelijker uit. Ik denk dat ik dat dak gewoon maar even opnieuw ga maken. Dat doen we dan wel in de volgende aflevering. We gaan nog heel veel een beetje de omgeving doen. Nou, zoals je ziet, ziet het er al redelijk leuk uit. En ik ben heel benieuwd hoe de mensen dit gaan vinden. Want ja, de ondergrond moeten we trouwens nog een beetje wijzigen. Want dit wordt natuurlijk geen. Ik heb dat. Ja, je ziet aardig van dat. Ja, wat is het? Ik weet niet hoe dat heet. Van die tegels heb ik erin gedaan. Maar dat hoort allemaal niet zo. Ik baal van het water. Ik baal ontzettend van het water. Ik vind het zo jammer dat het niet hoger kan. Het lijkt net of het iets tegenhoudt of zo. Hè? Ik snap er helemaal geen reet van. Want het hoort echt waar, serieus, je weet het. Het hoort al echt tot hier te komen. Ik snap niet waarom dat dan. Kijk, waar dat beest drijft, zeg maar. Daar hoort hij helemaal te komen. We kunnen het wel gaan kijken hoe we dat fixen. Maar dan zou ik het land even ergens moeten ophogen. En dan heb je kans dat we heel veel gaan verzieken. Maar ik wil nog wel deze aflevering proberen. Dan hebben we toch iets van. We hebben toch wel een soort van geprobeerd. Ik ga dit weghalen, zodat ik meer. Kijk heb op de grond. En dan halen we even al het water weg. Want dan gaan we eens kijken waar wij het probleem kunnen vinden. Want het zit hier ergens in de buurt, het probleem. En dat merk ik gewoon. Maar omdat we zo'n groot waterriviertje hebben, is het gewoon heel onoverzichtelijk. Jongens, waar is dat water hier zo? Nou, kijk. De bodem ziet er als volgt uit. Zoals je ziet, ziet het er heel apart uit. Alles zweeft lijkt het nu net. Ziet er heel vreemd uit, ik weet het. We gaan even wat dingen slopen, zodat we echt die bodem krijgen. En dan gaan we iets dichtmaken. En dat is even dit dingetje hier. Hier binnenin. Dat zijn, even kijken, een paar laagjes. Het moet net tevoren komen, denk ik. Dus ik weet niet, als we dit omhoog gooien, dit. Zo. Dat dat geen probleem is. En dit omhoog gooien. Hij neemt het torentje, neemt hij alleen mee. Dat torentje, dat geeft niet zo. Dat maakt niet zo uit. We gaan eens kijken met het water. Ik ga het water nog eens toevoegen. We gaan eens kijken wat hij nu doet. En of hij dus eventueel hoger komt. En nog steeds wil hij niet lekker omhoog gaan. Er is dus iets aan de hand en ik weet niet precies wat. Ik weet niet wat. Ik denk dat het probleem wel ergens hier in de buurt ligt, want... Eens even kijken. Want er is iets met dit water. Ik denk dat het hier iets is. Kijk, hier is ook water. Hier kan je gewoon water in doen. Nu is dit wel goed. Het spiegelniveau van dit water is nu goed. Het lag dus waarschijnlijk aan dat laatste meer. Dus wat ik zei, dit is nu ook weer goed. Dus dat betekent dat deze ook weer hier kan stromen. Helemaal voldoende. Ja, kijk eens. Kijk, nu ben ik blij. Nu is dit gefixt. Nu is dat gefixt. Alleen dit water nog niet. En ik denk dat het komt door deze zijkant hier. Door deze steen. Ik denk dat hier wat in het water zit wat niet lekker is, wat omhoog ging. En dat gaat alleen maar meer worden in de toekomst. We gaan namelijk deze achtbaan, volgende keer gaan we die afmaken. En dan gaan we het Chinese thema wat meer aanbrengen. Nog wat meer thematiseren, omgeving en dit gebiedje afmaken. Ik hoop dat jullie een leuke aflevering vonden. We hebben niet zo heel veel gebouwd. Maar in ieder geval heb ik me wel heel erg veel gedaan in de aflevering. Zonder jullie het weten. Want ik doe heel vaak zoeken naar dingetjes of het mooi past. En dan ben ik weer heel erg kieskeurig. Maar goed, dit is dus de nieuwe looping achtbaan. Tot de volgende video. Vergeet geen like te geven en te abonneren in het midden van het scherm. Doei doeg!